Nu Talk Winterspelen wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis, partner in sport van NOC-NSF. Nu Talk Winterspelen, een online programma van Ensam Hout Media. Het is vandaag vrijdag 7 februari, de dag dat de Olympische Winterspelen officieel gaan beginnen in Sochi. Dit is Nu Talk Winterspelen, je Olympische update. Ja, in deze Nu Talk gaan we vooruitblikken op die Olympische Winterspelen in Sochi. En dat gaan we doen met twee oud-Olympische deelnemers, ervaringsdeskundigen. We gaan het onder andere hebben over de Olympische openingsceremonie. En we gaan skypen met Sochi en wel met Esmee Kamphuis. Zij gaat strijden om de medailles samen met haar teamgenootje Judith Vis in de tweemansbob. Maar allereerst de vrouw die we vooral kennen van de Olympische successen op de judomat. Je hebt 4 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. 3 keer heb je een medaille mee naar huis genomen. Eentje daarvan ligt hier in de studio, de bronzen medaille uit Londen. Is dat de mooiste? Ja, dat is zeker de mooiste medaille. En omdat mijn laatste Spelen was, ook wel heel erg bijzonder. Iemand die de magie ook goed kent van de Olympische Spelen is Monique Kleinsman. Jij deed mee in Turijn in 2006 op de 3000 meter en de ploegenachtervolging. Wat maakt de Olympische Spelen zo speciaal voor een sporter? Ja, voor mij was dat echt een droom die uitkwam. Dat je als kind droomde om dat Olympische stadion in te lopen. En dat je deel maakte van de Olympische ploeg. En ja, achteraf, net wat Edith zegt, besef ik ook wel van... Wauw, dat was wel heel speciaal. Ook al presteerde ik daar niet naar wat ik had willen presteren. Maar als ik daarop terugkijk, dan ben je best wel trots dat je daar hebt mogen strijden. Ja. Maar je had ook last van een stalker, heb ik gehoord. Ja, er was echt wel iemand die me lastig viel. En ik heb dat ook wel voor mezelf gehouden. En achteraf, als ik daarop terugkijk, denk ik van ja, het was heel simpel. Andere telefoon nemen en afsluiten en weer focussen op wat je moet doen. Dus ik verloor heel veel energie aan verkeerde dingen. Je bent in 2012 gestopt. De Olympische Spelen gaan beginnen. Kriebelt het enorm? Ja, het kriebelt. Ik vind het gewoon prachtig om te zien hoe iedere atleet zich voorbereidt. En de sport die in het nieuws is, op tv, in de kranten. Ja, dan gaat het leven en ervaar je dat wel weer terug. En ik ben blij dat ik het op deze manier ook kan ervaren. Dat ik ervan kan genieten. Ja. Nou, we gaan er straks verder over praten. Maar eerst gaan we even contact leggen met Sochi. Ja, en we hebben op dit moment een Skype-verbinding met Esmee Kamphuis. En hier zien we haar van de baan afgaan. Samen met Judith Vis gaat zij strijden om het eremetaal in Sochi in de vrouwen tweemansbob. Hoe zit het met de spanning? Ja, eigenlijk wel goed. We zijn ontspannen en we hebben nu 2 dagen van afdalen achter de rug. En ja, dat is eigenlijk heel erg goed gegaan, waardoor we met heel veel vertrouwen richting de wedstrijd gaan straks. En wat is het meest kritische punt voor jullie team? De start wordt heel belangrijk, omdat de baan relatief makkelijk is. Dus je neemt je startsnelheid eigenlijk heel erg lang mee. Maar daarnaast zijn er 3 punten waar het bergop gaat. Dus uitgang 5 wordt erg belangrijk, omdat die moeilijk is en daarna de baan bergop gaat. En daarnaast zijn er nog een paar bochten die denk ik wel cruciaal worden. Dus uitgang 7 is belangrijk om daar goed te gaan en uitgang 11 eigenlijk. Ik hoor het al, een kwestie van honderdste dus. Ja, ik verwacht echt dat het om honderdste van seconde gaat draaien, ja. Ja, en onlangs op het EK hebben jullie een bronzen medaille gehaald. Wat zegt dit over jullie kansen in Sochi? Ja, nou, die zijn er. Alleen het ligt heel erg dicht bij elkaar, wat je net al zei. En goed, we hebben gezien bijvoorbeeld bij dat EK, was ook een World Cup wedstrijd, daar zaten we 700ste van een brons af. Ja, het zit er gewoon heel erg dicht bij elkaar. Maar ja, het blijft een spelletje van 4 keer goed afdalen straks en 4 keer goed starten. En dan zal je het wel zien. En dan kan het echt overal tussen nummer 2 en 8 eindigen. En gaat het op 100ste van seconde, ga je medaille winnen of verliezen. Houden jullie ook nog een oogje in het zeil met betrekking tot concurrentie? Je bent vooral met jezelf bezig, want als wij gewoon het beste eruit halen, dan moet het in principe goed komen. Het enige wat je wel doet natuurlijk is videoopnames maken van de concurrent in de baan, om te zien welke lijnen zij nemen. En dan bekijk je daar aan de hand van hun lijnen en de tijdslijst of je misschien toch wat anders nog moet proberen. Maar eigenlijk ben je vooral bezig met jezelf en zorgen dat wij gewoon doen wat we moeten doen. Stel dat jullie nou geen medaille pakken, is dat dan een enorme teleurstelling? Het is wel een teleurstelling, denk ik. Goed, kijk, als we zo'n seizoen hadden gedraaid als vorig jaar, was het misschien een nog grotere teleurstelling als we het niet haalden. Want we hebben dit jaar natuurlijk wel een beetje een moeizaam seizoen gehad. Maar we weten gewoon dat we het kunnen. En in Vancouver was ik er vooral om mee te doen. Maar nu ben je toch echt wel om in de prijzen te vallen. En het wordt niet makkelijk, hè, want we hebben het hele seizoen nog geen medaille in de World Cup gehaald. Maar het kan wel. En dat is het mooie. In Vancouver hebben we ook ons beste resultaat van het seizoen gehaald. En laten hopen dat we het nu gewoon weer doen. Ja, en de grote vraag. Gaan jullie naar de openingsceremonie vanavond?
Ja, we gaan naar de opening. We gaan waarschijnlijk wel eerder terug, omdat wij natuurlijk in de bergen zitten. En dat is een stukje rijden vanuit Sochi waar de opening is. En nou ja, het vervoer hier wil nogal wat lang duren af en toe. Dus, en anders wordt het echt te laat. Maar we gaan zeker wel ja, een deel van de opening zien en het stadion in wandelen. Ja, bedankt dat je ons even te woord wilde staan. We wensen je natuurlijk ontzettend veel succes in Sochi. In aanloop naar de Olympische Spelen gebeurde natuurlijk al heel veel op social media. En voor het gemak hebben we even het een en ander op een rijtje gezet. Welkom in het Russische Sochi. En dit is de plek waar het allemaal gaat gebeuren. De Nederlandse sporters hebben naar dit moment toegeleefd en zijn afgelopen zondag ook gearriveerd. En het Holland Heinekenhuis is inmiddels geopend. Zowel in Nederland als in Rusland zijn we er dus klaar voor. En ook de Olympische fakkel bereikte Sochi. Hier met een nucleaire ijsbreker. En ook werd de fakkel de ruimte ingestuurd. Russische cosmonauten brachten hem vervolgens weer terug naar de aarde. En kriskras door Rusland arriveerde de fakkel uiteindelijk in Sochi. En opmerkelijk was dat de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov één van de Olympische fakkeldragers was. Het Olympische dorp is ook klaar en de Nederlandse equipe heeft inmiddels haar intrek genomen. Irene Wüst liet zelfs op Instagram al even haar kamer zien. En dat ze met rood-wit-blauw gelakte nagels van start zou gaan. Het Nederlands team is inmiddels ook uitgerust met oranje fietsen. Hier zien we Koen Verweij op de fiets, druk bezig met een bijzonder soort krachttraining. En dat die training effect heeft is goed te zien. Het zit wel goed met die vorm. En wil je nu zelf voelen hoe het is om als Olympiër de schans af te gaan, download dan de Visa 360 Cam app. Ja, vanmiddag om 5 uur begint dus die openingsceremonie in het Olympisch Stadion Vist. En volgens de Russische organisatie wordt het de mooiste en de grootste Olympische opening in de historie van de Spelen. Ja, dat belooft wat Monique. Denk je dat ze gelijk hebben? Ja, het is natuurlijk wel elk jaar dat je dat hoort, of elke 4 jaar, iedere 2 jaar dat je dat hoort. Maar ik verwacht wel dat Rusland gigantisch heeft uitgepakt in de openingsceremonie. Ja, dat verwacht ik wel. In 2006 in Turijn ben je naar de Olympische opening geweest. Hoe was dat? Ja, dat was heel bij het begin een beetje dubieus, want ja, er werd afgeraden om te gaan als je de tweede dag moet starten. En ik dacht, ik droom hiervan, hier wil ik naartoe. Dus ik heb besloten een compromis te sluiten dat ik erheen ging en vroegtijdig terug naar huis ging. Dus ik was vooral ook gebrand om dat stadion in te komen, om dat te ervaren. En ik ben wel blij achteraf dat ik dat ook heb mogen doen. Ik heb gehoord dat jij zelfs jouw benen in hebt gesmeerd met tijgerbalsem om je benen een beetje rustig te houden tijdens die wandeling naar het Olympisch Stadion, klopt dat? Ja, vooral om het warm te houden. Achteraf was het niet nodig, want het was daar gewoon niet koud. Maar ja, dat soort dingetjes dacht ik, daar heb ik invloed op, dus dat ga ik gewoon doen. Ja. Ja, Edith, 4 keer Olympische Spelen, 0 keer openingsceremonie. Leg eens uit. Ja, ik moet altijd de 5e dag judo bespelen. En ik heb er gewoon elke keer bewust voor gekozen om het niet te doen, om mijn focus te houden. En daarom ben ik niet naar de opening gegaan. Heb je daar wel weer spijt van gehad? Dat je denkt, is toch wel mooi? Natuurlijk was het heel mooi geweest, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Want ja, weet je, dan kun je misschien achteraf zeggen, als ik het wel gedaan had, had ik misschien beter gepresteerd. Maar ik wilde gewoon niks aan het toeval overlaten. En koos dus bewust om niet te gaan, om de focus op de wedstrijden te houden. En dat is voor iedereen anders. Ja. Ik koos ervoor om dezelfde wedstrijdvoorbereiding te pakken als anders, denk ik. Ja, ja. Verstandig. Michel Mulder die heeft aangegeven zelfs zijn telefoon een week lang uit te zetten vanaf vandaag. Wat vind je daarvan, Monique? Ja, ik denk dat het zijn goede keuzes om te doen als je dat afleidt. En ik heb ook wel gemerkt achteraf, je moet je focussen op hetgene wat je moet doen en je niet laten afleiden. En tijdens de Spelen komt er zoveel op je af en ik denk dat het een verstandige keuze voor Michel is. Ja. Ja. Telefoon uit dus en focus houden. En dan is het ook tijd om wat voorspellingen te gaan doen. Ja, van alle Olympische medailles in de geschiedenis is 95% afkomstig van de schaatsbaan, van de lange baan schaatsen. Edith, denk je dat we daar nu eens een keer verandering in gaan brengen? Nou, andere sporten die medailles gaan halen? Nou, schaatsen sowieso en dan nog in andere sporten wat erbij. Snowboarden, shorttrekken, ja, bobsleeën zou helemaal te gek zijn. Dus ja, dat een beetje. Ja, Monique, wat is jouw voorspelling? Ja, ik denk dat het shorttrack goede kansen maakt. Die hebben de laatste jaren zijn ze echt in opmars. En dat is ook een heel mooi traject als je er een beetje in gaat verdiepen hoe dat is geweest. Dus shorttrack verwacht ik zeker. En ja, bobsleeën zou tof zijn om die sport weer echt voor te laten komen. In Vancouver haalden we 8 medailles. Gaan we daar overheen?
Ja, gewoon laten we positief blijven. We gaan er gewoon overheen. Maar is het ook realistisch? Ja, ik denk het wel. Het niveau wat je eigenlijk laatst tijd zag, is goed. Zeker van schaatsen. Als ze presteren zoals ze in aanloop hebben gedaan, dan is die kans zeker aanwezig. Maurits Hendrik zegt, chef de mission van NOC-NSF, Vancouver plus 1. We hebben in Nagano het record staan. 11 medailles, waarvan 5 goud. Mm-hmm. Is dat misschien wel haalbaar? Ja, weet je, ik ben zo nooit zo heel erg van de voorspellingen met aantal medailles. Ik vind het gaaf om gewoon de sport te gaan genieten. En uiteindelijk zien we hoeveel medailles het heeft opgeleverd. Het is een fantastische tijd wat je tegemoet gaat. En wie wordt de grote verrassing van de Spelen, van de Nederlandse delegatie? Het kan Jorien ten Mors zijn. Lotte van Beke kan ook gigantisch goed vlammen. Maar Irene Wüst, Sven, ja, er zijn zoveel goede atleten die top kunnen presteren aankomende weken. Ja, Edith? Ik ga voor de boppers. Esmee Kamphuis en Judith Vis. Dat is iets waar jij zeker naar gaat kijken de komende weken? Absoluut. Naast het schaatsen, want dat is wel echt mijn ding. Ja. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk zien. Ja. Maar ja, wat de tijd toelaat en gewoon helemaal in dat gevoel komen en... Dan zien we het wel. En ook nog niet Nederlandse sporten, in ieder geval waar we niet in actief zijn. IJshockey misschien? IJshockey, ik vind kunstrijden ook een fantastische sport om te zien. Ik vind dat zo knap hoe ze dat toch elke keer als een kunstwerk weer op het ijs weten te lanceren. En skiën, spektakel. Biathlon, ik vind biathlon ook heel erg knap. En denk je dat Nicolien Sauerbrei, ze heeft haar Olympische gouden medaille om haar vinger zitten. Ze heeft er een ring van gemaakt. Ze verwacht dat er een tweede bij komt, anders doe je zoiets niet natuurlijk. Ja, ik weet het niet. De druk ligt bij haar. En ik hoop dat ze het heel goed gaat doen. Maar er komen is er één en er blijven is er twee. Dus ik zeg, hup Nicolien, we gaan het zien. Heel goed. Het is tijd om weer naar Sochi te gaan. Ja, voor nu.nl zit Charlie Bootsman in Sochi. Charlie, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Johan, het was een hectische dag vandaag. De vlaggedrager werd bekend. Altijd een bijzonder moment tijdens de Spelen. Het is Jorien ten Mors geworden, mede omdat zij op de shorttrack en op de lange baan uitkomt. En ik heb haar ook even gesproken. Hoe bijzonder is dit voor jou? Nou ja, het is voor mij een hele eer. En het zijn niet veel mensen die dit mogen doen. Dus het is wel heel bijzonder dat ik gekozen word, ja. Hoe was het toen je het voor het eerst hoorde? Nou ja, Maurits kwam eigenlijk met nieuws en ik kon eigenlijk niet twijfelen en ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. En ik vind het gewoon een hele eer dat ik gekozen ben. Ja, Charlie, waarom is het eigenlijk niet Bob de Jong geworden met zijn 5e Olympische Spelen? Nou, Maurits Hendrik heeft het wel even uitgelegd, want Bob de Jong was heel erg teleurgesteld, vertelde hij ook. Hij vond dat hij voor een vrouw moest kiezen, omdat het al 5 keer op rij een man was. En mede voor Jorien ten Mors, omdat zij dus op twee disciplines uitkomt. En daarmee van de buitencategorie is, zoals hij dat zei. Hey Charlie, wat ga je allemaal nog doen vandaag? Nou Johan, ik ga eerst proberen met premier Rutte te praten. Die een gesprek heeft met Russische president Vladimir Poetin. En daarna ga ik naar de openingsceremonie. Dat belooft een flink spektakel te worden. Het was best moeilijk om kaarten te krijgen, maar we hebben ze weten te bemachtigen. En ja, de Russen staan garant voor... groot spektakel, dus daar gaan we van genieten. Ja, ze hebben het zelf gezegd, hè? De grootste en mooiste in de historie van de Olympische Spelen. Charlie, dank je wel en we zien je maandag weer. Graag gedaan, Johan. Ja, Jorien ten Mors, vlaggedrager. Wat vinden jullie daarvan, Monique? Ik vind het tof voor haar. Het is natuurlijk een eer om dat te doen. En ik snap ook wel dat ze gevraagd is. Hè? 2 disciplines uitkomen is knap. Ik had eerder verwacht dat Bob de Jong toch de vlaggedrager zou zijn na 5 Olympische Spelen. Maar Had hij dat verdiend, Edith? Ja, natuurlijk. Zoals eigenlijk heel veel die in de Olympische ploeg zitten. Maar het is een vrouw geworden en het waren heel veel mannen. Dus. Wat dat betreft wel een goede keuze, wat jou betreft. Ja, maar ik denk dat iedereen een goede keuze zou zijn geweest. Ja. En voor Bob was het heel mooi geweest, omdat het waarschijnlijk zijn laatste Olympische Spelen zijn. Maar ja, ja. Ik kan er maar 1 de vlag dragen. Juist. Ja. Ja, en om 5 uur is dus die grootste en mooiste Olympische openingsceremonie in de geschiedenis van de Olympische Spelen. En er zijn een aantal zaken waar we natuurlijk op moeten gaan letten. Niet alleen de binnenkomst van het Nederlands team met Jorien ten Mors als vlaggedraagster. Maar natuurlijk ook op de tribune gaan we kijken. De koning en de koningin en premier Rutte zullen daarbij aanwezig zijn. En een hele bijzondere man uit Mexico van Duitse afkomst. Hij is ook nog prins. Hij is 55 jaar en hij heet Humbertus van Heuvenleuwen.
Hij heeft namelijk een heel bijzonder skipak aan. En we verwachten natuurlijk ook veel in de openingsceremonie. Wellicht dat hij ook weer in mariachi-stijl binnen zou komen lopen. Hoe gaan jullie de openingsceremonie eigenlijk volgen? Televisie, iPad, bord op schoot? Edith? Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Last minute thing. Ik wil het in ieder geval zien. Hoe, weet ik nog niet. Maar ik ga kijken. Ja, Monique? Gezamenlijke sportactiviteit op het werk. Morgen om 5:00. Dus we hebben gezegd de televisie moet aan. En tussentijds gaan we samen sporten. Beetje gluwaan erbij ook? Daarna. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes. Heel veel plezier. Succes hebben jullie al gehad. Plezier bij die opening en bij de Olympische Spelen. En ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Dankjewel. Ja, en tot slot, wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren in Sochi? De Nederlandse mannen schaatsers komen zaterdag in actie om 12:30. Met natuurlijk Sven Kramer, maar ook Jan Blokhuizen en Jorrit Bergsma. Zondagochtend om 19:30 dus Cheryl Maas in de halve finale sloopstaal snowboarden. En even later, om 12:30, gaan de dames in actie komen. Op de 3000 meter met Irene Wüst. Een druk weekend met heel veel moois. Dus genoeg om te volgen. Dit was NuTalk Winterspelen voor vandaag. We zijn elke werkdag om 6:30 te zien op nu.nl. Natuurlijk met het programma in Sochi, maar ook met de leukste social media overzichten. En scherpe meningen van onze studiogasten. Mijn naam is Johan Kenkhuis. Ik wens jullie een heel leuk en prettig weekend. En ik zie jullie maandag weer terug bij een nieuwe NuTalk Winterspelen. NuTalk Winterspelen wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis, partner in sport van NOC-NSF. NuTalk Winterspelen, een online programma van Ensamhout Media.